de opbouw van het oog. Het oog is een zintuig. Het vangt de signalen uit de omgeving op en geeft ze aan de hersenen door. Daar worden de signalen omgezet in waarnemingen en worden we ons bewust van wat we zien. Het oog heeft twee lenzen, het hoornvlies en de ooglens. In rust, als de accommodatiespier ontspannen is, is de ooglens afgeplat. Tussen de twee lenzen in bevindt zich de pupil. Licht komt het oog binnen via de pupil. Deze opening wordt groter in het donker en kleiner bij het licht. Dit gebeurt door de lengte- en kringspieren. Aan de binnenkant van de oogbal ligt het netvlies. Het lenzenstelsel zorgt ervoor dat op het netvlies een scherpe afbeelding komt. Het midden van het netvlies heet de gele vlek. Het netvlies maakt van licht elektrische signalen. Deze worden naar de hersenen gestuurd via de oogzenuw. In het netvlies bevinden zich zintuigcellen. Er zijn twee soorten zintuigcellen, staafjes en kegeltjes. De staafjes hebben een lage drempelwaarde voor licht. Je gebruikt de staafjes om te kijken in het donker. Staafjes nemen alleen grijs tinten waar. De kegeltjes hebben een hoge drempelwaarde voor licht. De kegeltjes worden dan ook alleen overdag gebruikt wanneer er voldoende licht is. Er zitten drie typen kegeltjes in het netvlies, voor rood, blauw en geelgroen licht. Samen kunnen deze alle verschillende kleuren waarnemen. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.